gisteravond is er om ongeveer 10:50 brand ontdekt bij een container tegen een groot bedrijfsloods. En daar is onmiddellijk groot alarm op gegeven, dus dan komt de brandweer van verschillende kanten aan. Uiteindelijk zijn ze met 6 teams aan het blussen, omdat het pand aan alle kanten door andere bedrijfspanden is omgeven en het risico is aanwezig dat de brand kan overslaan. De brand is in ieder geval vanuit de container waarschijnlijk, maar het kan ook andersom zijn, in het pand gekomen. Het ene pand waar het om ging stond in lichte laaien. Maar alle panden in de omgeving, daar kon de brandweer gelukkig veiligstellen. En nou, dan, na verloop van tijd is gelukkig de brand redelijk bedwongen. En waar ze nu mee bezig zijn is de brand meester worden. Dus dat betekent dat je eigenlijk het verdere gevaar voor opnieuw opflakkeren van de brand hebt bedwongen. En dan is nablussen.